Ik sta hier op Times Square in New York en ik ga kijken wat Amerikanen allemaal in hun mond schuiven. Ik heb dat een keertje gedaan in Nederland. Die video heb je misschien wel gezien. Die is in het Amerikaanse algoritme gekomen. Ze waren niet blij. Ze konden het niet waarderen. Dus ga kijken of ik nou ongelijk had of wat ik zei wel klopte. En dat ga ik doen in Amerika. Deze video wordt gesponsord door Arup. Daarover later meer. Het eerste wat ik nu in mijn bek ga schuiven is een typische hotdog van zo'n hotdog stand hier. Dat kan niet goed zijn. Daar moet ik ongelooflijk nodig van schijten. Is het hygiënisch? Ik denk het niet. Dat gaan we uitzoeken. Thanks, dude. Nou zeg nou eerlijk, dan ziet het er toch hartstikke lekker uit. Zo'n stand, dat doet me echt denken aan GTA. Nu de hotdog. Mals, broodje perfect, zuurkool erop, ketchup, mosterd. Een heerlijk begin van deze video. Dit is fantastisch. Ik ben mijn lieve trouwens. Ik ga deze oppeuzelen. En dan gaan we morgen ons klaarmaken voor het ontbijt. Van de aarde tot de manen, van Saturnus tot aan Jupiter. Jij bent die mijn zwaartekracht, jij bent die mijn superster. Hij zat in die auto, de president. Mag je nu? Ja? Joehoe. Wij ontbijten in ons hotel. Het is een soort vreedschuur. Je moet in de rij staan om met de lift naar boven te worden gebracht. Dan moet je weer in de rij staan, dan krijg je een tafel toegewezen. En het ontbijt is wel heel Amerikaans en gewoon prima. Ik had niet verwacht dat het hier zo ongelooflijk druk zou zijn. Maar we zitten wel in het midden van New York, in Manhattan. Dus op zich was dat te verwachten. Wij gaan ontbijten en dan de rest van de dag alleen maar eten. Zoals uit de eerste video, pindakaas en jam en fruit. Wij zijn in Central Park en toen ik Anlieke vroeg of we deze video konden opnemen, zei ze één ding. Dat is prima, maar ik wil wel een corndog proberen. En het verbaast me op zich niks, want het is eigenlijk gewoon een Amerikaans worstenbroodje. Ik bedoel, we zijn in New York, maar voor jou is eigenlijk een soort Brabant. Amerika. En laat daar nou net in de verte een stand staan waar ze corndogs verkopen. Dus dit wordt een food review van een corndog. Hi, can I get a corndog? Wat denk je dat het is? Lekker. Ja, nee. Hoe het is, zeg maar. Het is gewoon een is het worst. Is niet een oliebol met een worst? Het is een worst in deeg. Die. Dat ligt er waarschijnlijk al langer. Nu de worst. Zit ze hoor, de cover van mijn L. Is dit nice? Nee. Lachbaar. Oh, heel lekker. Ja, een beetje een rookworst meer dan een goed gekruide degelaar. Mmm. Een eikon. Ik gooi wat. Een dikke 10. Een 10? Serieus? Ik kan dit elke dag eten, denk ik. Misschien wel 3. Er is ook een beetje hetzelfde deeg als een worstenbroodje. Het smaakt wel een beetje hetzelfde. Ach, wel lekker. Maar dan maar een rookworst. Lekker. Hé, hey, Justy! Wil jij ook een hapje lusten? Nee, hè? Nou, top. Op naar de volgende. Ik heb 2 mededelingen. Eentje is heel vervelend, eentje is wat positiever. De vervelende mededeling, ik heb een soort poep op mijn shirt. Ik weet niet wat het is. Het ruikt nergens naar, proeft nergens naar. Je kan het er niet afkrappen. Het is net pas opgekomen, we lopen in het park. Dus de kans is groot dat het poep is. De andere mededeling is veel leuker. Arup heeft al meer dan miljoenen gebruikers over de hele wereld, ook in Amerika. Niet omdat ik deze fles meegenomen, nee. Er zijn gewoon mensen hier die ook al een Arup gebruiken. In Europa zijn ze klein begonnen. Het is een Duits bedrijf. En ik weet niet of het in Nederland zo goed is gegaan. Omdat ze een bepaalde influencer hebben met wie ze al het langst samenwerken. Van heel Nederland, met mij, ik weet wel zeker dat het daardoor komt. Maar er zijn steeds meer mensen die de kracht van Arup ontdekken. En dat zou voor jullie al heerlijk reden genoeg moeten zijn om een Arup te proberen. De sceptici, de mensen die denken, het werkt niet, hoe kunnen anders zo ongelooflijk veel mensen al een Arup hebben? Kan niet anders. Ik vind Amerika maar een bizar land. Ik kan niet het water uit onze hotelkamer drinken uit de kraan. Dat smaakt zo ongelooflijk erg naar zwembad, dat is niet te doen. Maar het water hier, uit het park, uit de kraantjes die je hier gewoon kan gebruiken om je Arup-fles te vullen, smaakt gewoon naar normaal water. Ja, niet helemaal, want er zit natuurlijk een geurpot op. Maar waarom kan dat dan niet uit de kraan komen in het hotel? Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat. We zijn hier in een sportsbar, want Inter die speelt. En ik zie iets op de kaart staan dat ik altijd al wat willen hebben. Het is een Philly cheesesteak. Ik zoek daar soms video's van op YouTube, omdat ik gewoon zo graag zo'n ding wil. Ik ben zo benieuwd hoe dat smaakt. Oeh, lekker, 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 lekker. Zo fucking lekker. Dat is zo fucking lekker. Het is het beste broodje van het eten. Het is groente, het is kaas, het is knapperige brood. Lekker. Hier binnen is Chelsea Market en dat is een soort foodhalle in Manhattan. We gaan naar binnen en we gaan kijken waar het drukst is en dan gaan we daar het lokale gerecht proberen. Ik heb geen idee wat er binnen is. Misschien is het helemaal niet lokaal. Misschien zijn het pannenkoeken. Misschien is het een kroket. Jongeren, ben je debiel. Ongelooflijk veel mensen. Man. De koekblik met NPC's opengetrokken en wij zijn er 2 van. Oei. Oei, oei, oei. Wij staan nu in de Chelsea Market voor een taco stand. Er staat hier zo'n lange rij. Dit moet wel goed zijn. Het eerste wat wij gaan proberen hier in de Chelsea Market. Ik sta in de rij voor taco's en het duurt echt een half uur. Ik ben een ongelofelijke NPC. Een simpele taco en ik heb geen idee waarom het hier 10 minuten wachten was, maar
Hij is wel echt ongelooflijk gemiddeld. Het is gewoon een hele lekkere, maar wel gemiddelde taco. Maar voor $5 is het een prima stiel. Ja, het is eigenlijk best wel lekker. Maar niet de lekkerste taco die ik ooit gegeten heb. Die maak ik zelf. Het zijn jouw feiten en niet mijn feiten. Je weet bij Mexicaans altijd pas de volgende dag of het echt een goede Mexicaan was of niet. Als je geen brandend gevoel aan je anus overhoudt, is het een slechte Mexicaan. Mafkees. Remember rapping too. Da-ha-da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Kleineren van andere collega's. Nee hoor. Hoe je het went of keert, of je nou minder frisdrank wil drinken of niet, het is altijd beter om een erf mee te hebben en te vullen met gratis water dan een flesje te kopen. Ik heb net weet niet hoeveel geld betaald voor een reis naar New York en een hotelovernachting en noem het allemaal op. Deze kosten ga ik even besparen. Ook hier smaakt het water gewoon naar orange vanilla swirl. Hoe kan dat toch? Oh wacht, ik heb mijn pot geactiveerd. Oh wat dom. Oh, zo dom. Dat is inderdaad heel dom van je. Doe dan, je jankt niet om. Je kan niet omvallen, je kan niet omvallen. Je kan niet omvallen. Ik heb twee favoriete burgertenten in Amerika. De ene is In-N-Out Burger, maar die zit alleen aan de westkust. En hier heb je... Shake Shack. Ik heb dat voor het eerst gegeten in L.A. En in Istanbul heb je op het vliegveld er ook een. Nu verklap ik dat ik voor een haartransplantatie naar Istanbul ben gegaan. Maar in deze gaan we eten halen. Wat ik nog wel eventjes wil benadrukken is dat ik deze video natuurlijk hier opneem omdat de Amerikanen allemaal boos waren. Nou, hier heb je een toko. Welcome to the healthiest café in New York. Met ontbijt, sandwiches. Er is helemaal niemand. En daarbinnen bij de Shake Shack, niet normaal. Dus, conclusie, ze vreten echt zo. Ja. Heel lekker. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. En? Heel lekker. Ik heb gewoon een kipburger. Het smaakt echt naar gezondheid, vitamine, voedzame maaltijd. Heerlijk. Welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One. Bruh. Ik vind mij heel raar. Lieke wilde ook in de rij staan om de ballen van Astia aan te raken, maar ik zei dat ze daar ook mee kan wachten tot vanavond. Hartstikke grappig deze jongen. Marvel proteïnepoeder. Als je proteïnepoeder hebt dat een samenwerking heeft met Marvel, ben je misschien wel de allergrootste maagd ooit. Maar wel gespierde maagd. Ja. Zo is het ook alweer. De van je 1, 2, hatsie, platsie, vlee. De van je, een Amerikaans dieet is natuurlijk meer dan alleen maar hamburgers en corn dogs en hot dogs en wat dan ook. We zijn nu in Chinatown, een district dat heel veel Aziatische winkels heeft en alles. En wij gaan hier eten, want iemand had mij gedm'd en die had een tip gegeven. Hier heb je heel lekker eten. Hoe gaan we dat eten? Ja, wel heel lekker, maar het eten voor een reet. En nog één. De Singa biertjes waren erg lekker. Het eten ook, maar de Singa biertjes waren erg lekker. Nee, het was echt een goede, lekkere Chinees. Was het een Chinees? Het was een Chinees eten, toch ook? Ik ben wel de Chinees geweest. We hebben Fuyong Hai en Bambi Pang Pang gehaald. Het was erg lekker. Nummertje. Nee, we zijn geen Frans Bauer. Nee, Frans Bauer is echt lief. Haal het eruit. Frans Bauer is lief, ja, ik weet het. Mijn editor is op de foto geweest met Frans Bauer. Hey Jacob. Ja! Je loopt Chinatown uit en je gaat gelijk over in het Italiaanse district. Elke winkel hier, elk restaurant is een pizzeria. La Bella Vita, Amici Restaurante. Holy shit, moet je kijken wie daar is. Michael Jordan. Holy shit. Het is hem echt. Ik heb heel veel prikkels. Heel veel prikkels zijn dit. Er staat hier een rij voor een foodtruck. Holy shit. Waarom? Voor zwarmen. En waar we de video mee gaan afsluiten en het laatste wat ik wil proberen is Wendy's. Wendy's ken je misschien niet uit Nederland en dat heeft een reden. Een hele leuke reden en dit fantastische feitje wil ik met jullie delen. Wendy's wilde heel graag een filiaal openen. Ja, hou maar. Nee, een grapje. Wendy's wilde heel graag een filiaal openen ergens in de EU. Toen hadden ze dat gedaan, maar toen was er een snackbar uit Goes, een Nederlandse snackbar, die ook Wendy's heet, die zei... Hallo. Dat kan niet. Wij zitten al in de EU en wij heten Wendy's en wij hebben ook rechten op de rest van de EU, want wij willen misschien uitbreiden. Dus dat kan allemaal niet. Waarop Wendy's zei, ja prima, dan maken we een rechtszaak van. Toen is er een rechtszaak geweest, toen heeft de rechter gezegd, Wendy's uit Goes heeft gelijk. Dus er is geen enkele Wendy's in de Europese Unie te vinden, omdat er een snackbar in Goes zit die Wendy's heet en dit allemaal blokkeert. Ik weet niet of ze al biedingen hebben uitgebracht om de naam over te kopen en of die snackbar uit Goes dat dan heeft geweigerd of wat dan ook. Het is in ieder geval een legendarisch verhaal, want dit zit werkelijk overal, behalve in de EU.
door onze jongens uit Goes. Wij gaan dit nu afhalen en in de hotelkamer opeten. Want ik heb geen zin om in de Wendy's te filmen als Nederlander. Want als ze ons Nederlands horen praten, dan zijn we de lul. We hebben gepofte aardappel met bacon en kaas. We hebben appelpartjes, die zijn van mij. Ik denk toch nog wat vitamine vandaag. We hebben friet. Dan hebben we een chicken burger voor jou en eentje voor mij. En dat is een hamburger met nachos erop. Ik denk ik ga het meest ranzige van dat hele menu gaan kiezen. En dat eet ik op. Ik ben meteen helemaal niet blij. Dat ziet er niet uit. Een kipburger met sla en tomaat. Eén sla. Ik heb een kipburger met één sla. En hier, ja, ik weet niet wat hieronder ligt, maar het horen nachos te zijn of zo. Eeuw, het is mais. Oh, de kip smaakt heel slof. Ik vind dat wel lekker. Heel zout. Wendy's blijft lekker in Amerika. Dankjewel. Bij 20.000 likes ga ik naar Wendy's in Goes. Ik ga bij 1 like. Lieke bij 1 like. En dan ga ik daar het beste van het menu proberen. Wat vond jij het lekkerst van deze video? Corndog. Niet die Shake Shack burger. Corndog, 100%. Ik vond de Shake Shack burger het lekkerst. Het enige probleem wat ik met de Shake Shack heb is dat de frietjes ervoor hebben gezorgd dat ik om 4 uur s'nachts wakker werd en echt een uur lang op het toilet heb gezeten. Toepen. En de chili fries die waren niet heel goed. Echt ongekend zout. Godverdamme! Heb je water voor mij? Jij bent een soort influencer bijna. Floep floep. Ik wil nogmaals erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Probeer het uit via de link in mijn beschrijving. Of je nou thuis bent, op vakantie gaat, naar werk gaat, naar school gaat, wat dan ook. Neem een AirUp mee. Het is ontzettend handig. En je hebt altijd water met een leuke twist erop bij je. Ik wil mijn vriendin Lieke heel erg bedanken voor het meehelpen aan deze video. Dankjewel voor het filmen. Het duurtje komt eraan. Jij ook bedankt voor het kijken. Blauw duimpje stop zijn. Vergeet niet om te abonneren. En bij 20.000 likes gaan wij naar Goes. De andere wereldstad. Het kan niet minder zijn dan dit. Het is echt niet te vreten. Frietje? Frietje wel lekker. Oh ja, je zou maar misgaan met friet. Ik heb ook spicy nuggets. Koud. Het is goed dat Goes zo standvastig is en dat we deze troep niet naar de Europese Unie halen. Goes! Ja, hou maar. Van dit alles zijn de appeltjes het lekkerst. En dat zegt wat. Want fruit is niet de specialiteit van de United States of America. Dit is een big shame!